Ja, Dottler gaat evolueren. Yo Nintendo fans en yo Rikachu Army. Wil je ook in de Rikachu Army? Druk even op die abonneerknop en dan gaan we lekker snel beginnen met Pokémon Sword voor de Nintendo Switch. En we gaan de Wild Area verlaten en ik ben er eigenlijk best wel snel doorheen gelopen, maar ik ben heel erg benieuwd hoeveel uur jullie al hebben doorgebracht in de Wild Area. Ik ga dat eigenlijk pas doen als ik aan het eind van mijn game gekomen ben en nu dus nog niet. We zijn nu bij Hammerlock City, maar het mag duidelijk zijn dat je hier veel Pokémon kan vangen. En best wel toffe Pokémon ook. In ieder geval, we moeten nu naar Hammerlock City en deze gast checkt of we de eerste 3 badges hebben en dan mogen we erin. Oh, wacht even. Het is niet Hammerlock City, daar komen we vandaan. Het is natuurlijk Motostoke City waar we naartoe moesten. Dit is Motostoke City. Ja hoor. En deze knurft. Die is er ook weer bij. En die zegt, oh jij bent het. Ik weet niet of Hop nog komt. Maar dat komt allemaal natuurlijk. Na zo'n vernederend verlies kan hij de kampioen niet meer in zijn ogen aankijken. Oftewel, BD heeft van Hop gewonnen en nu doet BD echt kapot stoer. En ook even zo van, hier, kijk maar welke gym badges ik heb. Oh. Wat een kwal is die BD. Oké, let's go. Ik ga wel even achter BD aan. Ik hoop dat ik hem ook nog een keer op zijn broek mag geven. Want man. Wat is die gozer arrogant zeg. Of is het nou wel Hammerlock? Ik ben helemaal in de war. Dit is wel Hammerlock. Zie je, we kwamen van Motostate en we moeten naar Hammerlock. Dit is wel Hammerlock. Ik denk al, joh. Dat klopt helemaal niet, Rick, wat je zegt. Dat klopt niet. Maar dit klopt nu wel. Ik zag daar een leuke Noibat vliegen. Super toffe Pokémon. Ik ben blij dat jij in deze game zit, Noibat, want je bent awesome. En dit ziet er wel vet uit, jongens. Een of ander mega kasteel. Ja, ik vind dit wel tof. En BD staat daar met Rose en Oleana. En hij zegt, ik heb weer Wishing Stars en Gym Badges. Want ik ben zo goed. Ik ben... En ik ben zo goed. Oleana zegt, ik ben blij dat je niet vergeten bent waarom de chairman jou heeft uitgekozen. En BD zegt, als ik genoeg Wishing Stars heb, dan hebben we in ieder geval dat probleem niet meer wat je altijd al had. Hé, maar wat voor probleem heeft Rose dan? Rose wil dus meer Wishing Stars, want hij heeft een probleem. Oh, nu gaat hij ook even stoer doen van, ja, ik heb een van de trainers verslagen die door de champion voorgedragen was. En ik ga de champion verslaan, want ik ben zo'n goede Pokémon trainer. Oh man, wat een gozer joh. Ja, als jullie even gewoon lekker wegwezen, dan kan ik even met Rose praten. Want Rose lijkt op zich redelijk normaal. Hij zegt dus het meer achter die Wishing Stars. Het maakt Pokémon niet alleen groter, maar het heeft nog meer krachten of zo. Maar ze weten nog niet echt zo goed wat, dus blijkbaar. Oké, moet ik achter je aanlopen? Nou, kom maar aan hoor, vriendjes. Ik kom hoor. Nou, hier zijn we dan, in de hal. En daar staan Rose en Oleana. Hammerlock Stadium is ook een energy plant. En kijk eens naar mijn tablet. Ik heb alle informatie die je nodig hebt. Oftewel, hier komt energie vandaan. Die wordt hier opgewekt en de hele stad maakt gebruik van die energie. Oké, man. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Nou, ze gaan er weer vandoor. Dikke doei. Hey, daar is mijn grote vriend Ballguy weer. Mag ik een Pokéball van jou? Deze gast is geniaal. Dit is de level ball. En die maakt het makkelijker om een Pokémon te vangen die een lager level dan je eigen Pokémon zijn. Dan mogen we nu door naar de volgende stap. En dat is de kluis. Laten we op zoek gaan naar de kluis. Oh, hey, Leon is ook in de stad. Fakka Leon. Leon vraagt, waar is Hop? Hop doet een beetje raar. Ja, nee, Hop is gewoon teleurgesteld in zichzelf dat hij net verslagen is. Kijk, hij heeft net verloren van die stomme chap BD. En Leon geeft ons een motivational speech. Dat je wel eens verliest in het leven, maar dat je er altijd sterker van wordt. En Leon heeft een afspraak met de chairman. Leon, ik zie je later, man. Ooit ga ik je verslaan. Maar voordat ik hem ga verslaan, gaan we eerst op zoek naar die kluis. Where is the kluis? Oh, hier ligt in ieder geval een Pokéball, 2 hyper potions. Nice. Waar is de kluis? En waarom rij ik continu tegen iedereen aan? Oh, dit ziet er wel uit als de kluis op zich. Hallo meneer. Oh, jij bent ook gymleader, toch? Dit is Ryan. Ryan die vraagt naar zijn naam. En hij zoekt het even op zijn telefoon. Oh ja, Rikachu. Ja, Leon heeft je voorgedragen en daarom denk ik dat jij best een goede trainer kan zijn. Maar voordat we Ryan mogen uitdagen, moeten we eerst de 7 andere badges hebben. Oké. Dus we moeten sowieso nog terugkomen in deze stad. Maar eerst nemen we even een kijkje in de kluis. Zo, wat staan er allemaal voor prijzen, joh? Oh, nice. We krijgen de Lee-card van Ryan. De kluis die is daarboven. Wat zijn dit allemaal voor prijzen? En waarom zit jij hier te chillen? Oké, doei. Ik ga naar boven. Wow. En zo lopen we op de randen van het kasteel. Hey, zagen jullie dat? Hier ligt een TM. Die zat goed verstopt. TM29 Charm. En dan moeten we denk ik hier naar binnen. Oh ja, kijk, en Sonja die is hier natuurlijk
eigenlijk ook al, want die was er ook op uitgestuurd om naar de kluis te gaan in Hammerlock City. En ze zegt, ik denk dat deze stukken tapijt ons van alles kunnen vertellen over de geschiedenis van Galar. Op de eerste kijken de twee jonge helden naar een Wishing Star. Op het tweede tapijt gebeurt er iets verschrikkelijks. En op de derde tapijt kijken ze naar de zwaard en het schild om de ramp te voorkomen. Of in ieder geval te stoppen. En kijk, hier zijn ze opeens bazen, worden ze gekroond. Dus dat is de geschiedenis van de helden van Galar. Dus zij hebben eigenlijk het duister toen verslagen. En Sonja die vraagt zich af, was er eigenlijk maar één held of waren er twee helden? En wat was precies hun rol tijdens The Darkest Day? Ze heeft nu wat theorieën, die gaat ze onderzoeken. En kijk, we krijgen weer cadeautjes hoor. Eeuw, twee revives. Nou, dan kunnen we er weer vandoor. Go, 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 go. Ik ben benieuwd waar we nu naartoe moeten. Want we mogen natuurlijk de gymleader hier nog niet uitdagen, deze Ryan. Ik vind hem er wel tof uitzien op zich. Ja, hij zegt die tapijten in de kluis, die laten het verleden zien van de helden van Galar. Maar nu hebben we een moderne hero en dat is onze kampioen. Dat is Leon. En Ryan zegt, je doel is om superstijl Leon te verslaan. Je moet nu naar route 6 en daar jezelf trainen. En dan komen we vanzelf denk ik wel weer bij een nieuwe gym uit. Oké, let's go. Route 6. Is dat deze kant op? Ja, dat is deze kant op. Nice. Woep woep. Oké, dit lijkt een soort van zanderige woestijnomgeving te worden. En daar is een nieuwe Pokémon. Een soort van Ekans. Hij heet Silly Cobra. En de grunts vinden dat hij hele mooie ogen heeft. Nou, ik vind het niet per se een hele mooie Pokémon. Ze vinden hem zo mooi dat hij zelfs moet blijven slapen. En deze mevrouw vraagt of ze er door mag als ze hem laat slapen. Ah, oké. Kijk, ze mag er gewoon door. Nou, mag ik er dan ook gewoon even door, alstublieft? Laat mij er ook door. Oh, daar is Hop. Ja, de Hop gaat weer problemen maken, jongen. Wat zegt deze guy nou weer? Hij zegt dat wij te luidruchtig zijn en dat we er daarom niet door mogen. Maar kijk hoe hij staat te stampen daar. Gast, jij bent luidruchtig. Oké, kom maar battelen dan. Kom maar, dan gaan we gewoon battelen. 2-2, let's go. En wegwezen. Kom maar, laten we battelen. Stunky vind ik trouwens ook gewoon een hele leuke Pokémon, hoor. Oh, dit is geen duo battle, joh. Ik moet gewoon even alleen opknappen. Nou, helemaal top. Oké, op z'n bakkes. Ancient power. Ja, potverdorie, nou zijn we poison. Dat wil ik niet. Ga je me ook nou nog zitten bijten, joh, Stunky? Doe eens even rustig. Te gaan, vriend. Hoppakee. Incinerate er bovenop. Baba Stunky. Terwijl Toxel naar level 26 gaat. En we te maken krijgen met Linoon. En daar kunnen wij Surfetch wel voor gebruiken. Wat een baas trouwens, hè. Linoon trouwens ook, hoor. Die hebben we natuurlijk ook in het team. Die vind ik ook heel tof. Maar Surfetch, jongen. Surfetch is echt een mega baas. Doe Rock Smash op zijn bakkes. Hoppakee. Kijk. Soepeltjes. Zo, mogen we er nu doorheen dan? Oh, we moeten nog iemand battelen. Potverdorie. We moeten die chick ook nog battelen. We moeten gewoon alleen doen. Hop, had jij deze chick niet even kunnen battelen dan? Waarom moet ik al het harde werk doen? Ik ga gelijk maar even van Pokémon wisselen. Want mijn Carcol die had nog wat pijn en die was nog poison. Dus dat schiet niet op. Rock Smash! Oef, net niet in één keer. Ah, dan gaat hij even Fury swipen. Kom op, dat vind ik zo'n vervelende aanval. Dat duurt veel te lang. Kijk, zie je, ik moet helemaal drie zinnen zeggen voordat die aanval een keer afgelopen is, man. Rustig, joh. Doei, Liepaard. Levert wel lekker veel XP op. 1085 XP voor Surfetch. Holy crapperoni. Oké, mogen we er nou even door, vrienden? Liggen ze weer op de grond te huilen. Ja, en Hop die zegt... BD, die heeft me echt keihard verslagen de laatste keer dat we battelden. En begrijp me niet verkeerd, ik kan een verlies best hebben. Soms betekent battelen dat je ook moet verliezen. Nu komt een maar, denk ik. Ja, BD heeft gezegd dat ik Lee's naam gewoon bespotte. Omdat ik zo verschrikkelijk slecht was. En die woorden die zitten nu in het hoofd van Hop. En dat is zo naar, kijk. Weet je, als mensen nare dingen tegen je zeggen, dan kan dat inderdaad in je hoofd gaan zitten. Maar de kunst is dan natuurlijk om dat heel snel te vergeten en weer een beetje positieve mindset te krijgen. Dus ik hoop dat Hop dat ook nog gaat lukken. Ik denk het wel, hoor. Hey, wie praat er tegen ons? Wie... dit is Opal. We krijgen gelijk zijn leakcard. Ja, dit is ook een van de gymleaders uit Galar. En dit is zo'n vaag persoon, jongen. Deze is zo weird. Ik weet nou niet of het een man of een vrouw is ook, als ik heel eerlijk ben. Nou, ik heb in ieder geval mijn Pokémon geheeld en we gaan onze weg weer vervolgen. Zal ik Dottler eens even op de eerste plek zetten? Want ik zou ook best wel leuk vinden als Dottler gaat evolueren. Ik ben zo benieuwd naar zijn evolutie namelijk. Dus ik hoop dat Dottler, ja, deze Clefairy kan pakken. We gaan er maar gewoon eens even een Confusion opgooien. Clefairy heeft natuurlijk best wel een goede defense. Oh, en de move Metronome, waarbij je nooit weet welke move die gaat doen. Hij doet nu Endeavor en wij gaan gewoon rustig door met onze Confusion. Ik denk dat we hem minimaal 5 keer moeten raken. Misschien zelfs wel 6 keer, als hij maar geen vuurmove gaat gebruiken, jongens. Hij doet nu Psychic Terrain. Dat is volgens mij wel nice. The Battlefield got weird. Volgens mij boost dit Psychic type moves en dat is alleen maar goed voor ons, omdat wij de hele tijd Psychic moves gebruiken. Eens even kijken, welke move gaat hij nu doen met Metronome? Lavaploem, nee! Nee, vuur!
Nee! Kijk, dat bedoel ik. Dat is zo naar... Oh, en we zijn burned. Nee, man. Hoeveel geluk wil je hebben, joh? Potverdorie, man. En geburnt en superveel damage. Hou eens even op, joh, met je Clefairy-hoofd. Thwacky, wil je deze Clefairy even straffen voor wat hij net hebt gedaan? Dankjewel, Thwacky. Lekker bezig. Tjonge, jongen. Thwacky gaat nu gelijk naar level 30 en die wil de move Slam leren. Slam is denk ik beter dan Double Hit. Is sterker, maar Slam mist wel vaak. En daarom ga ik die move even niet leren. Oh, je hebt ook nog een Clefable? Serieus? Oké, je hebt ook gewoon nog de evolutie van Clefairy bij je. Nou, dan gaan we maar even keihard door met die Razor Leaf. De Fable gaat ook metronoom doen. Ik ben benieuwd. Een of andere prismatic laser? Die move die ken ik helemaal niet. Doe je allemaal uber moves of zo? Hoe dan? Je hebt zoveel geluk met al die moves, man. Volgens mij heb je gewoon steeds de sterkste moves uit de game. Oké, hij moet nu rechargen. Het was dus blijkbaar een soort van hyperbeam-achtige move. Maar dan volgens mij van een steel type. En dan ben ik benieuwd wat dit voor metronoom wordt. Ja hoor, fusion flare. Ja hoor, nog een super goede fire type move. Hoeveel geluk heb jij met je moves, joh? Met je metronoom? Metronoom. Dit is zo niet eerlijk. Wauw. Gewoon twee keer zo'n sterke fire-type move. Terwijl ik een bug en een grass-type Pokémon eruit heb. Het is niet te doen. Sloop hem. Hoppa. Met een Night Slash. Doei Clefable. En Toxel en Karkle gaan allebei een leveltje omhoog. Karkle naar level 30. En dan moet ik na één fight serieus weer terug naar de Pokémon Center. Gewoon om al mijn Pokémon weer te healen. Ja, probleem is dat we niet zo heel veel battelen met wilde Pokémon. En daardoor worden we ook niet heel snel sterker. Kijk, deze mogen we toch allemaal niet vangen. Bijvoorbeeld deze Maractus. We zien hier een Helioptaal. Dat vind ik super cool. Helioptaal vind ik een hele leuke Pokémon. Heb ik een keer een playthrough meegedaan. Weet je, ik ga die Maractus wel even battelen. Oké, die is level 31, hè? En mijn Dottler is level 27. Vier levels lager zijn wij gewoon. Kijk, we doen een super effective move. Maar die doet helemaal niet zo heel veel damage. Ik denk dat we die Maractus misschien 4-5 keer moeten raken. Maar als ze hem verslaan, krijgen we wel veel XP. Dus dat is wel nice. Maar ik denk echt dat ik mijn Pokémon even moet gaan trainen, hoor. Oh, nee. Niet weer zo'n super effective move. Als die nu nog een keer Sucker Punch doet, dan is mijn Dottler gewoon down. Dat durf ik eigenlijk helemaal niet. Hier, Karkle moet gewoon even helpen nu. Ah, doet hij ook nog even Giga Drain? Nou ja, weet je, sloop hem gewoon maar even met je Incinerate. Hoppakee. Later. Level 31, man. Dat is hoger dan mijn hoogste level Pokémon, hè. Mijn Thwacky is 30 en mijn Karkle is 30. Nu gaan er 3 Pokémon naar level 28. En ze evolueerden allemaal niet. Maar man, die Maractus die was wel aardig sterk. Gaan we hier een duo battle doen? Oké, let's do this. Let's go. Tegen deze dokter en zijn assistent. Of misschien is de man wel de assistent in deze. De man lijkt me meer een assistent eigenlijk. Oké, dit is weer niet heel lekker qua matchup. Oké, ik begin met een Razor Leaf. Die raakt hem in ieder geval allebei. Doet niet zo heel veel damage. En dan beginnen zij met Fury Cutter. Wat natuurlijk weer wel super effective is. En dan Ancient Power. En die gaat ook pijn doen op Dottler. Nee, dit is echt niet ideaal, jongens. Dit ga ik ook gewoon niet winnen met deze twee Pokémon, ben ik bang. Oké, Togetic is nu wel confused. Dat is chill. Ik ga Dottler in ieder geval eventjes vervangen met Karkle. Zo, daar is Karkle. En dan kan Thwacky weer zijn Razor Leaf doen. Ponyard doet weer Fury Cutter, maar nu op Karkle. Dus dat is nice. Togetic is confused. Maar ja hoor, die kan ook gewoon Fairy Wind doen. Incinerate raakt ook beide vijanden. En Razor Leaf ook. Dus dit is wel nice. Ik heb nu twee moves die allebei bij de Pokémon raken. Dat is echt heel top. En dan krijgt Thwacky... Ja hoor, Thwacky is down. Man, why is this so hard? Ponyard is down. En Thwacky krijgt natuurlijk weer geen XP. Togetic trekt zich ook helemaal niks aan van de Confusion. En die sloopt mijn Karkle bijna. En ja, mijn Pokémon zijn best wel underleveled, jongens. Dat mag duidelijk zijn. En hoppakee, Togetic is ook gesloopt. Het wordt hoog tijd dat we gaan levelen en evolueren. Oké, mijn Pokémon zijn weer geheeld. En wow, dit is Galarian Yamask. Nice. Geen idee welk type die is. Ik ben benieuwd of Struggle Bug hem gaat slopen. Oh man, Brutal Swing. Super effective. Ja hoor. Echt, mijn Pokémon worden zo hard gesloopt op deze route. Ik heb ook elke keer precies de verkeerde Pokémon vooraan staan. Mag ik je gewoon even vangen met een Gray Ball? Kom op, doe niet zo moeilijk. Weet je wat? Ik hoef je niet. En ik kan ook niet vluchten. Nee joh. En nu kan ik ook niet meer wisselen van Pokémon. Want hij doet Mean Look. Oftewel, Dottler gaat hier keihard kapot. Oh jongens. Yo yo yo. Ik kan dit sowieso niet meer winnen. Man. Tenzij die hele tijd die mean look move blijft doen, dan wel. En daar is Hex. En dat betekent dat Dottler down is. Ja hoor. Mag ik je dan nu vangen? Alsjeblieft. Waarom? Waarom ga je gelijk eruit na één keer? En dan zeker als ik je nu raak, dan ben je in één keer dood. Of niet? Nee, oké. Gelukkig. Nou, Surfetch kan ook niet meer ontsnappen. Maar dat wil ik ook niet. Oh,
Bijna hadden we hem dood. Hij heeft nog 1 HP over. Nou, als ik je nu niet kan vangen, dan weet ik het ook niet meer, Yamask. 1 en 2 en 3. En netjes in de pokeball blijven. Dankjewel. Sjonge jonge. Nou, Dottler gaat natuurlijk geen level up, want Dottler is keihard afgemaakt. Yamask is ground and ghost. Ja, en ik ga hem niet in mijn team doen. Hij heeft zo mijn leven nu moeilijker gemaakt dat ik hem geen eens meer in mijn team wil doen. Oké, Dottler is terug, jongens. Ik heb hem geheeld. Laten we snel doorgaan op deze route. Hier naar boven. En moeten we dan hier naar boven? Ik denk wel dat wij hier naartoe moeten. Een model die ook sterk is in het battelen. Dat is wie ik ben. Nou, laat maar zien, mevrouwtje. Met je Duskball. Oh, een Scorupi. Ja hoor. Die is natuurlijk super effective tegen mij. Maar ik heb ook Confusion, wat ook super effective is tegen Scorupi. Scorupi doet Home Class. Dat valt mij in ieder geval niet aan. Dus daar ben ik blij mee. Dan gaan wij eens eventjes op de Confusion Tour, jongens. Oh, misschien met 2 Confusions dat we hem kunnen verslaan. Dat zou lekker zijn. Dat zou eindelijk een keer een meevalletje zijn. Bedankt voor je bug bite. Ik ben gelijk weer bijna dood. Maar jij bent helemaal kapot. Lekker voor je, Scorupi. Het wordt wel echt tijd dat Dottler gaat evolueren, jongens. Ik wil nu zijn evolutie zien. Hoppakee, level 29. Ik denk dat hij op level 30 evolueert. Dan hebben we nu Pawnyard. En dan moet ik natuurlijk weer eventjes... Ja! Incinerator met Karkol. Lekker hoor. En dan is het gelijk klaar met deze Pawnyard. Want die maakte me net ook het leven zuur, zeg. Hey. En weet je wat? Ik ga gewoon eens even kijken of ik een Rare Candy heb. En dan ga ik die Rare Candy aan Dottler geven. Want dat is mijn missie voor vandaag. Dottler moet evolueren. Ja, ik heb 1 Rare Candy. Super nice. Die geef ik aan Dottler. Alsjeblieft. Evolueer op level 30. Ja! Dottler gaat evolueren. Oké, dit kunnen we gebruiken, jongens. Ik hoop dat jij tof bent. Ik heb super veel moeite voor gedaan om jou te laten evolueren. Het is een lieverheersbeestje. Die... Die super boos kijkt. En hij heet Orbeedle. Ik vind hem nice. Ik vind hem heel tof. Ja, dit is een hele toffe Bug-type Pokémon. En natuurlijk Psychic. En hij is super intelligent, zegt de Pokédex. En zijn hele grote hersencapaciteit laat zien dat hij immense Psychic powers heeft. Dus eigenlijk wat daaronder die vleugeltjes zit, dat zijn zijn hersenen. Ja, dit is wel nice. En dit is gelijk een mooi moment om deze video af te ronden. Kom in de Rickachu Army. Druk op die abonneerknop. Doe die blauwe duimpjes omhoog. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!